Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Dit keer een 43446 OBB krokodil. Deze krokodil heet zo vanwege de vorm, maar dat is wel te zien. Heeft een haakkoppeling hier, ontbreken een paar buffers. Hier zit geen koppeling, omdat dat de voorkant is en is al digitaal. Zo. Het probleem met deze is dat de verlichting bijna niet te zien is. En het zou leuk zijn als ik nog iets aan de buffers kan doen. Maar dat denk ik niet. Dit is dus het verlichtingprobleem. Dit is verlichting aan en op de camera ziet het er nog wel redelijk uit. Rode verlichting aan zie je bijna niet in het echt, op de camera een klein beetje. En de andere kant van het model, dan moet ik hem even op de baan zien te krijgen. Is licht aan. Het lijkt alsof de kapper niet zo goed op zit. En dit is de rode verlichting aan. Ja, dat ziet er op camera nog best redelijk uit. In het echt, ik heb hier alles lopen, alles verduisterd om een beetje het op beeld te kunnen krijgen. Wat lopen betreft, klinkt geweldig. Ik ben met name benieuwd hoe dat dit hoe die open gaat, wat er binnenin te zien is. Of ik hem nog een beetje schoner krijg. En wat het probleem is met de verlichting. Als ik er een rondje mee rijd, dan zie ik het ook. Er is wel duidelijk front- en sluitverlichting, maar het is... niet heel helder. Wat ik ook zie is dat hier in dit stuk plastic scheuren zitten met de schroef. Hier ook, hier zo met draden bij gesoldeerd. Hier is al meer aan gedaan, denk ik. En even kijken. Handleidingen zitten erbij. Koppelingen zitten erbij. Nog wat te plaatsen onderdelen zitten erbij. Kijken of er hier ook in staat hoe die open te maken is. Ja, het zijn wel van deze serie. Er zitten allemaal andere locomotieven in. Maar de onderdelen moeten. Ja, hier draai je voor de bovenleiding. Openmaken. Niks doen met schroeven. Maar vierkanten de cabine openmaken. Ah, oké. Goed. Dat schiet wel van alles andere los, dus eens even rustig kijken. Ik ga voor de beproefde satéprikker of tandenstoker methode.
Nou, de motor heeft twee vliegwielen en daarop zit een elastiek die naar onder gaat. Oh, kijk. Dit is dus aandrijving per elastiek. Er zit hier overal bekabeling. Dat betekent dus dat de decoder hier ergens onder verstopt zit. Ik ben benieuwd of dat ook een originele decoder is. Of dat, ik heb het idee dat dit model helemaal geen decoder aan kan. Maar wie weet, wie weet. Deze gaat denk ik zo eventjes door was in. Even voorzichtig schoonmaken. Nu zit hier een schroef en daar een schroef. Dan zullen deze van er vanaf komen. Dit is zoveel draden. Ik wil eigenlijk deze kapper omhoog hebben. Decoder, kijk aan. En hier is het metaal weggefreesd, dus dit is echt door iemand achteraf ingebouwd. Zo, en hier is het alles afgedicht getaped. Dit is voor de verlichting. En dat betekent dat hier de verlichting uitkomt. En dat hier onder al deze tape de lampen moeten zitten. Hetzelfde geldt voor hier. Onder al deze tape zal de verlichting zitten. Ik denk dat deze tape erop zit, zodat alles licht dicht is en niet zo veel licht lekkage is. En hier zitten een rode en een witte led in. Kijk, dan ben ik benieuwd. Dan ben ik benieuwd hoe fel die zijn. En als die niet heel fel zijn, dan ben ik benieuwd waar de weerstand zit. Die zit volgens mij hier in lijn. Ja. Dan ga ik even mijn rolbank aansluiten. Oké. Met de normale verlichting voor en achter zie ik hier wel de led branden. Aan de voorkant komt niet zo heel veel licht uit. Het is niet eens te zien aan mijn hand. Ik kan de verlichting wisselen. Deze kant op. Dan komt hier mooi de verlichting uit. Verder zie ik dat de F2 is deze verlichting hier. F3 is de rode verlichting hier, maar dat gaat wel wit uit. En die komt ook alleen maar aan één kant naar buiten toe. Dat is goed, denk ik. Maar inderdaad, de verlichting zelf is vrij zwak. En dat komt. Nou, de verlichting zelf is vrij sterk, maar hij wijst naar onderen. Ik denk dat het een heel stuk beter zou zijn als de verlichting in de lichtgeleider zou schijnen. Dan is de vraag, hoe zit de lichtgeleider hierin? Maar ik denk dat ik even met mijn eigen led en deze voeding eens ga kijken waar ik welk licht doorheen kan krijgen. En of dat dan beter wordt. Ik denk het wel. Ik denk dat het eigenlijk al oplost. En als het zo is, dan wordt het een kwestie van het een en ander verbuigen. Ik denk dat ik hem opnieuw vastzet met een weerstand per led. Want dan kan ik
Nee, niet dat ik dat ooit zou willen, rood en wit tegelijk aan, dan kan dat in ieder geval. Ja, led zoeken. Led. Zo, led. Weerstandje erbij. Sowieso zit een warme led. Ik zal even kijken. Ik vind dat mooier. Maar ik zal eens even kijken wat voor een verlichting, wat voor lichtkleur daar met deze ermee reden voor. Ik vermoed dat het ook gloeilampen zijn geweest. Waar zijn mijn ben allemaal dingen kwijt vandaag. Goed. Groot project gedaan, dus alles ligt weer overal verspreid. Deze. Hoppakee. Geen licht. Kijken we nou. Goed, ik had gisteren moeten drinken. Want ik ben bezig alsof ik een kater heb. Ik had geen licht, want de klem zat over bij de pootjes heen. Maar ik heb nu, kijk, een mooie lampje. Kijken of ik hem hierin krijg zonder van alle kanten kortsluiting te krijgen. En of ik dan. Eigenlijk zou ik er twee in moeten stoppen als ik het zo zie. Omdat deze lichtgeleiders niet echt op elkaar aansluiten. Dus als ik goed verder verlichting wil hebben, hierheen en daar ergens heen. Of de lichtgeleider eruit, maar dan wordt het weer heel moeilijk met het rode licht. Ja. Even puzzelen. Dit is de rode verlichting. En deze kant heb ik wat minder ruimte waar de decoder zit. Daar is wel weggefreesd. Zoals je hier kunt zien. De kant waar de decoder niet zit. Is nog veel meer weggefreesd. Ik ben begonnen met de rode lamp. Dus dit is een klein stukje van een aardedraad. Van een ander project. Dat ik ertussen heb gezet zodat hij net op zijn plek blijft. Zodat hij hier goed zo naar buiten schijnt. Het volgende probleem wordt dat dus hier het gat voor de witte leds wel heel klein is. Terwijl dat dus aan de andere kant mooi opengewerkt is.
Misschien moet ik dat dus hier ook gaan openwerken. Ik weet niet hoeveel millimeter dat nog is. Het zou mijn werk een stuk makkelijker maken. Het begint al ergens op te lijken. De leds steken nu nog alle kanten op. En ik ga ze even vastzetten. En daarna kan ik ze goed solderen in plaats van met deze kabelbender dat erboven zit. De kant van de decoder waar ik minste ruimte had, zit alles op zijn plek. Ik ga zo laten zien hoe dat eruit ziet. Ik ben nu bezig met de rode verlichting aan de andere kant. Ik heb hier oranje en ik heb hier geel en ik heb hier blauw. Blauw is de gemeenschappelijke plus. Geel is waar de... Ja, wat zal ik hier op geel zetten? De witte verlichting aankomt. Ja, daar komt de witte verlichting aan. Eens kijken. Volgens mij heb ik hier nog de oude... Kan ik het hier zien? Hier kan ik het niet meer zien. Sowieso is oranje een rare kleur, want dat is normaal gesproken motoraansturing. Dus ik denk dat oranje hier... Ja, ga maar paars. Dus paars is voor de geschakelde verlichting aan of uit. En die is... Die zit hier vast aan de rode verlichting. Zodat je hem kunt schakelen. Ik wil wel of geen achterrode licht. En dat is in het geval van de Oostenrijkse en ook Zwitserse locomotieven. 1 rode lamp. Nou. Deze wil niet gestript. Dan doen we het maar zo. Ik heb een kousje eromheen. Ik ga hier wat meer kabel over hebben. Maar dat werkt wel weg als het nodig is. De blauwe kabel gaat sowieso te krap zijn. Zo, mooi. Mooi solderen. Kremkous eroverheen en dan maakt geen kortsluiting in. Deze gaat dadelijk naar de witte verlichting toe, die ik dus nog in moet gaan passen. Kijk onder welke hoek dat hij het beste doet. En daarna het lastigste proberen hem te fixeren. En dat zal bijna niet anders kunnen dan met wat lijm. Maar ik wil heel erg oppassen dat ik geen lijm heb die... door dit metaal heen lopen. Dit is tussen twee delen en hier binnenin zitten ook de tandwielen. Hier binnenin zit ook de lichtgeleider. Die wil ik ook niet besmeuren met lijm. Dus het zal even zoeken worden naar welke lijm geschikt is. Maar eerst wil ik weten hoe ik het beste die lamp kan plaatsen. De weerstand zit dadelijk op de min. En dit wordt dadelijk de gezamenlijke plus. Gelukkig gaat hij ook branden. En nu is het zoeken naar het helderste licht. Het lijkt wel haast haaks. Zo ongeveer naar voren toe. Dat is het helderst. Wat een moeilijk woord vandaag. Even kijken hoe die was gaan zetten. Het is heel duidelijk dat er nu wel licht aan is. Op de rode lamp er zit wel wat lichtlekkage. En lampen aan. De stroompick-up is nog een probleempje. Daarvoor zal ik een keer de wielen schoon moeten maken. Aan deze kant is een klein stukje plastic kapot. En daardoor zie je dus hier een hele lichtstraal. En ja, daar is nu niet zo heel veel aan te doen. Oh... Iets te enthousiast.
Het rode licht werkt ook goed. Zo. Gelukkig rijdt hij dus meestal de andere kant op. Dan heb je dit probleem niet. Op dit moment zit het rode licht gekoppeld aan mijn de knop van, van de bel. Dus die kan ik niet lang aanzetten. Daarvoor moet ik hem een beetje anders instellen. Ofwel mijn app of mijn decoder. Maar ik vind hem weer mooi zo. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze ontdekkingstocht door een OBB krokodil van Roco. Waar al veel aan verbouwd is. Verlichting. Nog één oplossing die ik misschien ga proberen. Dit zijn hele kleine ronde witte lampjes. Zo ongeveer hetzelfde formaat als wat eruit kwam. Hier heb ik nog een rode daarvan. En hier een witte. Maar daar zou ik dan achter kunnen plakken. Zo'n hele kleine mini LED. Die zo klein is dat ik hem bijna niet kan zien. Die dan rood is. En die misschien hier dwars door de witte LED heen. Alsnog een rode gloed kan geven. Kijk, zo klein is die. Het zou een interessant experiment zijn om dat te doen. En qua formaat past het. Qua formaat van de LED, dat betekent alleen dat ik de hele tandwielenhuis uit elkaar moet gaan halen. De blokken uit elkaar moet gaan halen, de lichtgeleiders eruit moet halen. Dat is een flinke extra klus. Voor nu is deze leuk om af en toe een keer een rondje mee te rijden. En hij gaat weer terug in zijn huisje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En natuurlijk nog iets over commentaren. Misschien heb je zelf ook wel een krokodil van Roco van de OBD en een betere oplossing voor deze lichtproblemen. Of misschien ken je iemand, zoals laatst, die printjes verkoopt voor dit soort treinen. Wil ik ook nog een keer gaan proberen. Laat het weten. Ik probeer op de meeste wel te reageren. En zolang als je er geen link in zet, komt het meestal wel tevoorschijn. Heb ik gemerkt, als er een link in staat, wil het nog wel eens ergens verdwijnen. En dan komt het een week te laat. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.